Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Bettmeier. Ik ben hoofdredacteur van Topair en ik coach bedrijven uit de kappersbranche. En vandaag heb ik een interview met Wim van der Wal. En Wim van der Wal is een zeer bekende kapper. Hij had een goedlopende zaak. En ik zeg had, hij had een goedlopende zaak in Zaltbommel. Maar Wim heeft zijn zaak verkocht. Wim, wil je even vertellen hoe dat zo allemaal gegaan is en wat jij in je leven allemaal gedaan hebt? Ik heb vanaf mijn 21ste een kapsalon gehad. Dus dat is 39 jaar aaneengesloten. En in die 39 jaar hebben we die salon uitgebouwd naar een kapsalon met een haarwerkgedeelte, een schoonheidssalon en een nagelgedeelte. En een kapsalon met een aantal mensen. Dus uiteindelijk werkten we met 10 personen. Daarnaast hebben wij heel veel gedaan aan bijscholing, trainingen, et cetera, et cetera. Al dat soort zaken, nou ja, alles wat je bij een kapsalon doet. Erg druk en uiteindelijk was dat iets wat mijn vrouw en mij, wij deden het samen, een beetje begon op te breken. En wij hadden zoiets van, ja, is dit het nu? En wij twijfelden daar een beetje over en wij wilden graag wat andere dingen gaan doen. En wij wilden eens kijken van, nou, is er nog meer in het leven dan wat wij nu doen binnen onze salon? En toen kwam het op ons pad dat er iemand zei van, nou, ik ben wel geïnteresseerd om je zaak over te nemen. En daar hebben we uiteindelijk een deal mee gemaakt. Die heeft een bedrijf gekocht en overgenomen en die zet dat voort. Dat eigenlijk in het heel kort. Ja. En straks mag je ook vertellen aan wie je zaak verkocht hebt. Ja. Want misschien zijn er nog andere kappers die dat ook graag willen. Maar Wim, ik ken jouw zaak en ik ken jou. En je was lid van Intercoiffure. Wil je daar even iets kort over vertellen? Over wat was dat bij Intercoiffure? Wat heb je daarvoor gedaan al die jaren? En dan zo'n mooie, goedlopende zaak. En je had natuurlijk ook personeel. Daar zijn natuurlijk ook dingen gebeurd waarschijnlijk in je leven waarvan je dacht, maar dat wil ik niet. Ik wil anders. Maar vertel. Ja, nou goed. Bij Intercoiffure heb ik denk ik wel redelijk veel gedaan. Ik ben bijna 30 jaar lid geweest van Intercoiffure. Ik heb in het bestuur gezeten bij drie voorzitters. Dat was bij Hans Kalf, Pim Sterk en bij Ad Peters. Ik weet niet hoe lang, maar meerdere termijnen. En ik heb daar eigenlijk van alles gedaan, van secretaris, penningmeester. Ik heb Jong Intercoiffure mee opgericht. Ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met de vereniging. Het is jammer dat Intercoiffure niet meer bestaat. Het was een mooie club. Ik heb begrepen dat het opgeheven is, eigenlijk doordat er onvoldoende bestuursleden gevonden konden worden. En die bestuursleden waren er uiteindelijk 2. En die wilden eigenlijk stoppen. En daar was het moeilijk om vervanging te vinden. Ja, men wilde wel lid zijn van de vereniging, maar dat is een kwestie van geven en nemen. En als er alleen maar genomen wordt, ja, dan wordt het heel lastig om de vereniging voor te zetten. En ik denk dat dat een beetje het geval was binnen de coiffeur. Ja. Ik weet dat er een aantal mensen nog op persoonlijke titel lid zijn, rechtstreeks in Parijs. Maar ja, dat is jammer. Jammer, het was een mooie vereniging. Ja, vooral het waren ook goede kappers die daar lid waren. Want ik was ook lid van Intercoiffure. Dat mocht, als je bij de pers hoorde, dan was je perslid. En ik ken die kapsalons. En daar ligt ook een beetje, geloof ik, het probleem waar jij ook tegenaan zat. Het waren allemaal verdomd goede zaken in het middenkader en in de high-end. Dus daar, dat waren familiezaken, dat waren soms zaken die over generaties bestonden. Goede ondernemers, mensen die bij Intercoiffure zaten, waren goede ondernemers. En hoe is het toch mogelijk? Wat is met de kapperswereld, met de kappersbranche gebeurd, dat de die grote middenstand en die goede salons, dat die er niet meer zijn of dat die weggaan?
Zo'n goede salon runnen, dat vraagt heel veel. Vaak als de ondernemer zelf onvoldoende afstand kan nemen. Dat was ook een van mijn makkers. Ik kon onvoldoende afstand nemen om te zeggen van nou, ik moet het meer door een ander laten doen. En als je het dan allemaal of veel zelf moet doen, en je hebt dan een aantal mensen om je heen. En we hebben wel eens geprobeerd dat uit handen te geven. We hebben ook wel eens geprobeerd om de zaak met een medewerker samen te gaan runnen. Maar ja, die keren zijn we eigenlijk een beetje bedrogen uitgekomen. En dat is eigenlijk nooit goed van de grond gekomen. Ja, en ik denk dat het feit dat die salons langzaam maar zeker verdwijnen, dat het steeds moeilijker wordt om die zaken in de lucht te houden. Komt dat toch? Wat is er aan de hand? Is dat de regeldruk? Of is het omdat je geen goede medewerkers krijgt? Of omdat goede medewerkers weggaan? Wat is naar jouw mening daar aan de hand dat juist deze mooie, gezetelde, grote zaken steeds minder zijn? Wij hebben heel veel aan educatie en ontwikkeling van onze medewerkers gedaan. Weet ik. En dat was eigenlijk, wij wilden onze medewerkers graag opleiden om bij ons te blijven. Nou is dat natuurlijk een utopie. En ook dat was bij ons het geval. En je ziet dan dat goed opgeleide medewerkers, die beginnen voor zichzelf in de schuur, aan huis, een salonnetje. En dat zijn prima kappers, die gaan daar staan werken. En dan moet jij weer vooraan beginnen. Dus dat betekent dat je weer met educatie moet beginnen. En je moet weer helemaal vooraan beginnen om die medewerker weer op te leiden. Dus het wordt heel moeilijk om je niveau vast te houden. Ja. En dan ben je dus echt afhankelijk van je medewerkers. Ja, absoluut. Zeker als je zo'n grote zaak hebt, dan ben je afhankelijk van medewerkers. En ja, ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend is. Dan heb je ze net opgeleid en ze zijn net dat wat je daarvan verwacht. En dan gaan ze weg en gaan ze voor zichzelf beginnen. Ja, het is denk ik niet altijd zo dat direct is als ze opgeleid zijn. Dan hebben ze al wel weer een paar jaar bij je gewerkt. En het is ook de normale gang van zaken. Want anders zou iedere kapsalon volstaan met kapsters die 39 jaar geleden begonnen zijn. Ja. En dat is het ook niet. Maar het is heel moeilijk om mensen die goed opgeleid zijn binnen je bedrijf te houden. Ja. En dat kun je doen door extra te belonen. Dat kun je doen door meer ruimte te geven. Flexibeler te zijn met arbeidsuren. Er zijn allerlei methodes. Maar uiteindelijk zie je toch dat mensen een andere weg kiezen. Ja. En niet allemaal, hè, maar het gebeurt gewoon regelmatig. Ja. Nou, op een gegeven moment hebben jij en je vrouw besloten om ermee te stoppen. En te zeggen, nou, tot hier en niet verder. Er zijn nog andere dingen waar we ons mee bezig kunnen houden. En toen heb je een koper gezocht en gevonden. Wil je daar nog even iets meer over vertellen? Ja, nou, wij hadden met een aantal kappers in het Brabantse hadden wij een groepje kappers die regelmatig bij elkaar kwamen om zo eens even het een en het ander te bespreken. En daar was één kapper bij en die werd op een gegeven moment, of één persoon bij, die werd op een gegeven moment voorgesteld door een van de leden. En die zegt van nou, ik heb mijn zaak verkocht en deze meneer die gaat mijn zaak runnen, dat is een aantal jaren geleden. En we hebben elkaar zo regelmatig eens een keer gesproken. En op een gegeven moment heb ik met hem contact gezocht. En van nou, wij zijn voornemens om het bedrijf te verkopen. En heb je er interesse in? Dus toen zijn we met hem in gesprek geraakt. En uiteindelijk heeft Ronald Martens van Heer en Loeks, die heeft onze winkel overgenomen. En onder de naam Heer en Loeks. Heer en Loeks. En dat bedrijf heeft inmiddels meer dan 10 vestigingen, geloof ik, in Nederland. Ze hebben op het moment 13 salons. En een kantoor en een opleidingscentrum wat ze in Breda hebben, waar ze dus hun medewerkers opleiden. En die zijn heel goed bezig. Ja. Ik vind dat ze het heel enthousiast en op een jonge manier aanpakken. Ja. Heel mooi. Ik heb er al over gehoord en mijn laatste of voorlaatste interview met Diane Melis
In de vijfde generatie had zij een kapsalon, had ook verkocht. Dat is, dus bij deze voor kappers die dat ook van plan zijn. Die kunnen daar contact opnemen. Goed, Wim, dat hebben jij en je vrouw hebben de zaak verkocht. Ja. Maar wat doe je nu? Wil je daar even iets over vertellen, wat je op het moment doet? Ik ben op het moment werk ik nog 3 dagen in mijn eigen zaak. Om een soepele overgang te bewerkstelligen en waar nodig nog een klein beetje bij te springen. Dus ik doe nog een gedeelte van mijn eigen klanten, die ga ik langzaam maar zeker overdragen. Mooi. En ik ben begonnen aan een studie, die ga ik binnenkort afronden. Voor een consultancy, management consultancy studie. Mm-hmm. En mijn bedoeling is om in de kappersbranche daar kappers mee te gaan helpen. En dan niet zozeer op het management van medewerkers of educatie van medewerkers. Maar ik wil me eigenlijk meer gaan richten op de bedrijfsmatige kant. Want hoe ga je nu een salon opzetten? Vaak zie je dat de problemen al ontstaan omdat er in het begin de verkeerde keuzes gemaakt worden. Ja. Dus daar wil ik een aantal gastlessen gaan geven op scholen. En ik wil individuele kappers gaan helpen. Ik heb een salonscan ontwikkeld. Mm-hmm. Waarbij dus in een gesprek de totale salon helemaal doorgelopen wordt. En waar dus de probleempunten duidelijk worden. En daar kan dan een verbeterplan ondergelegd worden. Ja. En als dat dan uitgevoerd wordt, dan weet je van, nou, als ik dit allemaal doe, dan staat mijn salon. Ja. En dan kunnen er nog steeds dingen moeten gebeuren, maar heb je in ieder geval een goede basis en een goed uitgangspunt om een succesvolle salon te worden. Ja, dat is je toevertrouwd, want je bent natuurlijk een succesvolle ondernemer geweest. Totdat je zaak verkocht. En ik kan me voorstellen, je hebt know-how opgebouwd door je eigen zaak. Dat wil je graag verder geven aan andere kappers. En Wim, daar vind ik, moeten we op een gegeven moment nog een keer een interview doen. Als je dat ook zelf leuk vindt. Als je iets verder bent in dat traject, dat je wat tips kunt geven. Of dat je je manier van werken uitlegt. Daar doen we nog een interview over. Maar je doet iets, je hebt een hobby. Vertel eens even over je hobby. Ik ben een fanatieke wedstrijdzeiler. En ik kan nu nationaal en internationaal wedstrijden gaan zeilen. En dat vind ik erg leuk om te gaan doen. Daar kijk ik naar uit. Ja, eerlijk. Mooi. Ja. Dus heb je nu tijd voor? Ja, heb ik nu tijd. Het is je gegund, Wim. Want je hebt zo hard gewerkt al die jaren. En nu even een tijd ook weer tijd voor je hobby. En straks weer een nieuwe uitdaging als coach voor de kappersbranche. Nou, fantastisch. Ja, daar heb ik zin in. Kijk ook naar uit. Wim, ik dank je voor dit interview. Het was weer heel verhelderend. En wij kijken er nou uit naar het volgende interview, als je zover bent als kapperscoach. En ik wens jou heel veel succes voor in de toekomst. En wij zien en spreken elkaar weer. Ja, graag gedaan. Dank je wel.